De staat moet er beter op toezien dat de retentieregeling wordt nageleefd. Dit stelde financiënminister Sandy Raghubar Singh eerder tijdens een persconferentie. De bewindsman zei dat de retentieregeling nooit volledig gewerkt heeft en nu strenger zal worden opgelet. Als de banken niet meer de capaciteit hebben om het op te kopen, dat we moeten kijken dat de centrale bank dat opkoopt. En zodat die outlet er altijd is en dat we erop toezien dat mensen die retentieverplichting blijven naleven of het nou goed gaat of minder goed gaat. We moeten het inderdaad niet alleen toepassen op het moment dat er een probleem is, want dan loop je achter de feiten aan. Dat is wat we nu aan het doen zijn. We moeten ervoor zorgen dat die retentie gewoon altijd toegepast wordt. En wat aan de vieze is, gaat dan maar naar de reserve van de centrale bank. Centrale bankgouverneur Maurice Roemer vindt dat de deviezencommissie allang geïntegreerd moet worden bij de centrale bank om te voorkomen dat de retentieregeling niet strak wordt nageleefd. De retentieregeling houdt in dat exporteurs alle valuta via lokale banken het land terug in moeten brengen, waarbij 35% van alle exportvaluta beschikbaar wordt voor de lokale banken.